Wij zijn hier naar de regio gekomen. Ik werk zelf bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat in Den Haag. En daar ben ik verantwoordelijk voor het onderwerp intellectueel eigendom. En merken, dat is daar een belangrijk onderdeel van. En ik ben samen met twee collega's van het Benelux Office for Intellectual Property. En ja, we hebben een campagne opgezet om ondernemers in de regio op de hoogte te brengen van de mogelijkheden van het beschermen van je merk. Want dat kun je doen hier op de BES. En we hebben het idee dat nog niet zoveel ondernemers weten dat dat kan. En daarom hebben we een campagne ontwikkeld met een filmpje en allerlei materialen. En we komen ook workshops geven hier in de regio om ondernemers daar meer over te vertellen. Je kunt het ook op de BES-eilanden doen. Is er een office waar je dit kan doen? Als je als ondernemer hebt besloten van ik wil mijn merk registreren op de BES-eilanden, dan kun je dat online doen. Er is een website, www.caribi.nl. En daar kun je dat online regelen. En dan gaat vervolgens die aanvraag online naar het Benelux Office in Den Haag. En zij zorgen dat die registratie in orde komt. Die campagne is zelf gisteren begonnen. Wat kunnen we verwachten van die campagne? De campagne is eigenlijk tweeledig. Aan de ene kant is het een mediacampagne. Dus we hebben een filmpje ontwikkeld en allerlei materialen. Er komen advertenties in gedrukte media. En op social media komen allerlei posts. Dus ondernemers gaan, als het goed is, dat op allerlei plekken voorbij zien komen. En aan de andere kant zijn we hier nu ook in de regio om workshops te verzorgen voor ondernemers, samen met de Kamers van Koophandel. Dus vanmiddag zijn we hier op Bonaire voor een volle zaal met 50 ondernemers die we mogen gaan vertellen hierover. En we gaan ook nog naar Sint-Eustatius om datzelfde te doen. Zijn er mensen die toch meerdere vragen hebben? Waar kunnen ze dit doen? Ja, nou ja, dat is natuurlijk heel belangrijk dat ze die zo makkelijk mogelijk hier in de regio kunnen stellen. Dus de mensen die niet bij de workshop aanwezig kunnen zijn, kunnen dat op verschillende plekken doen. Of contact opnemen met hun lokale Kamer van Koophandel. Die kan ze doorverwijzen. En daarnaast zijn er ook offices for intellectual property hier in de regio. Dus zeker voor Bonaire zou ik mensen adviseren om naar het bureau op Curaçao te gaan. Daar contact op te nemen. Daar mensen werken experts die ondernemers alles kunnen vertellen over beschermen van hun merk in deze regio.